De monumentale hofboerderij in het Hofpark in Wateringen ligt op een toplocatie. Rustig, midden in het groen. Niet gek dat het gebouw erg geliefd is. Van een historische werkgroep tot de Rotary Club en nu ook een school. Allemaal delen ze ruimte in het markante gebouw. Toch is intussen al zes jaar onduidelijk hoe het verder moet. Welke rol krijgen de gebruikers? De Culturele Raad wacht af. We zijn op zich goed in gesprek met de gemeente over een wel duurzame vorm van beheer. Dit staat overdag te vaak leeg. Um, dus het gebruik kan geïntensiveerd worden. En we willen dat graag als gezamenlijke gebruikers de invulling aan geven. Een van de meest nieuwe gebruikers van de Hofboerderij is Basisschool Pieter van der Plas. Sinds dit schoolseizoen uh, hebben we hier twee groepen acht uh, die les krijgen. En nu uh, zitten we dan samen met de Hofdames en met Zon. Dus in het begin was het natuurlijk wel even aftasten, maar nu gaat dat hartstikke goed. Dus dat is uh, prima te combineren. Volop tevredenheid, maar het kan ook anders. De stookkosten van de boerderij zijn nu nog erg hoog. Want ja, dit heeft het energielabel Z. Het is uh, echt zeer uh, uh, extensief in het gebruik. En uh, als dat verbetert, dan zijn we echt optimistisch over exploitatie en een goed uh, gebruik. Gemeente Westland, nu eigenaar van het gebouw, investeert eerder. Er zijn fietsbeugels aan de voorkant, ruimtes hebben een likverf gekregen en nieuw meubilair is in aantocht. En toch. Mooie woorden, in de, ook in de blijfsvisie, over de culturele functie en het uh, unieke karakter. Uh, maar in de praktijk ja, moet er ook invulling aangegeven worden. Er moet echt wat gebeuren aan de energiehuishouding hier. Er is toch nog wel wat achterstallen onderhoud hier en daar, in de toiletten, in de, de keukens. Die de gemeente moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen op dat punt. En het beheer verder overdragen, wat mij betreft, aan de gezamenlijke gebruikers. En dan geven wij daar op een goede invulling aan.